Ander en beter of meer van hetzelfde. Dat is de inzet van de verkiezingen in 2024. Daarom pak ik Vlaams Belang groot uit mijn campagne Ander en beter. Het is tijd voor een nieuwe wind in dit land. Het is tijd voor een politiek van eerst onze mensen. Want er is maar één alternatief om orde op zaken te stellen en dat is het Vlaams Belang. Onze oprichter Karel Dille wist het al. Het Vlaams Belang zit dan wel in de wedstrijd, maar is niet van de wedstrijd. Het Vlaams Belang is niet alleen de stem van de Vlamingen in de parlementen. Het Vlaams Belang is ook de enige partij die dag in dag uit tussen de mensen staat om te luisteren naar hun bekommernissen. Wij Vlamingen verdienen een ander en beter beleid. Enkel met uw steun kunnen wij ons land door in eigen handen nemen. Zodat we de mensen na decennia eindelijk kunnen geven waar ze naar verlangen. Een Vlaams en rechts beleid. Alle andere partijen zitten al decennia aan de macht, hebben verandering beloofd, maar hebben ze niet gebracht. Dus staan de Vlamingen voor een cruciale keuze. Kiezen we voor echte verandering of kiezen we voor opnieuw dezelfde knoeiboel? Op 9 juni moeten wij de grootste partij worden, zodat wij onze concrete voorstellen in de praktijk kunnen brengen. En laat heel Vlaanderen weten dat de Vlaming een ander en een beter beleid verdient. Ander en beter, dames en heren, thuis, beste mensen hier in de zaal, gewaardeerde kandidaten. Dat was de pre-campagne waarmee we in januari starten en waarmee we ook naar de mensen zijn getrokken. Op de markten, in het café, op sociale media enzovoort. Van, voor en tussen het volk, dat blijft immers het motto van het Vlaams Belang. En dit is natuurlijk nog maar het begin. Er is nog een lange weg te gaan. En ik wil u dan ook uitdrukkelijk vragen, zet die goede peilingen uit uw hoofd. Tussen nu en 9 juni moet elke stem echt nog wel verdiend worden. We hebben dus nog 100 dagen om keihard te werken en de Vlamingen ervan te overtuigen om massaal op het Vlaams Belang te stemmen, zodat 9 juni echt een keerpunt wordt. En daarom trappen we ook vandaag de campagne af met veel goede moed, met veel werkijver en met bijzonder veel enthousiasme, omdat onze mensen eindelijk op de eerste plaats moeten komen. En dat kan natuurlijk alleen met een sterk Vlaams Belang. Een ander en een beter beleid is niet alleen mogelijk, het is ook noodzakelijk. Kijk maar naar de teleurgang van ons onderwijs. De voorbije decennia daalde de kwaliteit van het onderwijs pijlsnel. Dat tonen onderzoeken keer op keer aan. Onder impuls van socialistische ministers en helaas ook met medewerking van CD&V, Open VLD en N-VA werd het onderwijs een groot sociologisch experiment. En we zien vandaag het resultaat. Scholen zijn pedagogische opvoedingscentra geworden in plaats van kennisinstituten. Lessen worden geschrapt omdat er onvoldoende leerkrachten zijn. En de leerkrachten die er wel zijn, moeten zich meer bezighouden met zorgjuf of politieman spelen dan met lesgeven. Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, is de voorbije jaren enorm toegenomen. In het kleuteronderwijs spreekt 30% thuis geen Nederlands. En de lat wordt daardoor alsmaar lager gelegd. En dat moet nu eindelijk eens gaan stoppen. De instroom van vreemdelingen moet stoppen en de focus moet opnieuw op kennisoverdracht liggen, niet op allerlei ideologische nonsens. Geen opgedrongen multicultuur, klimaatbetogingen of genderideologieën, maar taal, wiskunde en wetenschap. Daar dienen onze scholen voor. Mijn zeer sympathieke collega Chris verwees er al naar. U kon het ook zien in het introfilmpje dat het Vlaams Belang met alle middelen, met billboards, advertenties, huis-aan-huisfolders, pamfletten, maar vooral tussen de mensen duidelijk maakte dat onze partij het enige alternatief is. Een alternatief voor het rampzalige beleid tot vandaag. En bij alles wat wij voorstellen, horen wij van onze tegenstanders gratuit, N-VA en vooruit op kop, dat wat wij voorstellen science fiction is.
Nu, veel science-fiction schrijvers zijn zieners en heel wat voorspellingen en voorstellingen zijn ondertussen uitgekomen. En persoonlijk kijk ik zelf liever naar science-fiction films dan naar horror- of rampenfilms. Maar helaas konden de voorbije jaren de Vlamingen die fan zijn van rampenfilms wel hun hartje ophalen. Want het beleid was een regelrechte ramp. De voorbije jaren waren een ramp voor uw koopkracht. Nooit eerder was alles zo duur als vandaag. De voorbije jaren waren een ramp voor uw pre. Nooit eerder betaalde u meer belastingen dan vandaag. Het was een ramp voor onze energiebevoorrading door die dogmatische anti-kernenergiefixatie van de groene partijen. En die groenen die mogen dan misschien wel de indruk geven dat zij rechtstreeks uit een film komen zoals Les Gendarmes de Saint-Tropez. Maar wij dragen wel elke dag de nefaste gevolgen van hun waanzin en van hun rampzalig beleid. Het beleid is een regelrechte ramp. Voor onze jongeren, voor onze senioren, voor onze ondernemers, maar ook voor onze landbouwers. Het is kortom een ramp voor Vlaanderen. Want ook de liefhebbers van de misdaadfilms die kwamen aan hun trekken. Denk maar aan de miljarden diefstal elk jaar opnieuw naar Wallonië. Het Belgische systeem is failliet. Federaal beleid is dramatisch. Maar hoe zit dat op Vlaams niveau? Wordt daar, Chris, ons belastinggeld wel als een goede huisvader beheerd? Wel, Barbara, de Vlaamse regering is helaas subsidieziek. Bijna een derde van de begroting gaat naar subsidies. En sommige zijn uiteraard terecht, maar er is ook veel geldverkwisting. Zoals bijvoorbeeld de financiering van allerlei multiculturele en linksactivistische clubjes. En ondertussen wordt ook die subsidiekraan richting woke-activisme volledig opengezet. En helaas is het zowaar Jan Jambon die de hoofdfinancier is van het woke-activisme en het multiculturalisme. De Turkse Unie, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, VOEM, hand in hand tegen racisme, de gendergekken van Savaria, ze krijgen allemaal honderdduizenden euro's belastinggeld per jaar van de Vlaamse regering. Het gaat zelfs soms zo ver dat linkse verenigingen met de subsidies die ze krijgen van de Vlaamse overheid rechtszaken aanspannen tegen diezelfde Vlaamse overheid als het beleid nog niet links genoeg is. En dat zijn dus jullie belastingcenten. De belastingcenten van onze mensen die misbruikt worden voor groen-linkse agenda's. En ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar voor mij is dat echt wel meer dan genoeg geweest. Die subsidies voor linkse, multiculturele en woke organisaties die moeten stoppen. Ieder zijn hobby, maar dan wel op eigen kosten. Dan zal het snel gedaan zijn met die onzin. Maar de enige manier, goede vrienden, om die woke organisaties nu eindelijk eens op droog zaad te gaan zetten, is met een heel sterk Vlaams belang. Voor subsidies aan woke-organisaties heeft men blijkbaar centen genoeg over, maar voor migratie kijkt men helaas ook niet echt op een euro. Om die massale migratiekost voor onze samenleving te berekenen, dat heeft het Vlaams Belang zelf moeten doen, omdat alle andere partijen over die kostprijs zwijgen in alle talen. Om die massale migratiestroom te stoppen, hebben de federale regeringen nooit fundamentele maatregelen genomen. De Blok niet, Franken niet, maar ook huidig staatssecretaris De Blok niet. Wel, in tegendeel. Ze hebben er nooit iets aan gedaan en dan zijn ze nog verbaasd ook dat migratie als grootste bezorgdheid van de Vlamingen uit stemtesten blijft komen. U moet er natuurlijk niet aan twijfelen dat het Vlaams Belang wel en meteen werk zou maken van een strenger, van een ander en beter asiel- en migratiebeleid. We hebben eind vorig jaar op ons migratiecongres 100 concrete en haalbare voorstellen gedaan om de massamigratie naar Europa en naar Vlaanderen in te dijken. En het is niet omdat men moet wachten op Europese hervormingen dat er ondertussen op nationaal vlak niet al kan gebeuren wat kan en moet. Binnen dat geldende EU-karkas is er nog heel wat ruimte om dat asiel- en migratiebeleid te verstrakken.
Zweden bijvoorbeeld doet dat. Het aantal asielaanvragen in Zweden is vorig jaar met maar liefst 23% gedaald. Wat een verschil met België. Over het aantal asielaanvragen in België antwoordde de Moor mij vorige week in het parlement letterlijk dat de winterdip minder is dan anders. Winterdip. 3.117 asielaanvragen alleen al in de maand januari. Nooit in de voorbije 20 jaar waren de asielcijfers zo hoog in de januarimaand al. Dus als we die instroom willen beperken, als we de uitstroom willen vergroten, als er een ander en beter migratiebeleid wil komen, dan kan dat alleen met het Vlaams Belang. Een ander en beter beleid kan er ook alleen komen in zaken het klimaatbeleid. Want in navolging van doldwaze klimaatactivisten legt het politieke establishment zichzelf steeds absurdere doelstellingen op in zaken CO2-vermindering. Onder luid applaus van de globalistische elite worden klimaatwetten goedgekeurd met verregaande sociale en economische gevolgen. In plaats van een gezond beleid te voeren met focus op de adaptatie aan klimaatveranderingen, organiseren de regeringen in dit land een alarmistisch klimaatbeleid. En de bevolking krijgt daarbij steeds extremere vrijheidsbeperkingen opgelegd, net zoals onhaalbare en onbetaalbare regelneverij. Zo voert de Vlaamse regering bijvoorbeeld een groen-links beleid met onder andere een verbod vanaf 2029 op de verkoop van diesel- en benzinewagens. Of lage emissiezones, waardoor sommige mensen zelfs hun eigen garage niet meer kunnen uitrijden. Of de verplichte renovatie binnen 5 jaar na de aankoop van een woning om een aantal energienormen te verbeteren. En uiteraard dan is er nog het stikstofbeleid dat draconische maatregelen oplegt aan onze landbouwers. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het Vlaams Belang wil terug vrijheid voor onze mensen. Keuzevrijheid. Vrijheid om te ondernemen. Vrijheid om te boeren. En dus geen regelneverij, geen klimaatfanatisme, geen energiedogmatisme, maar gezond verstand en realisme. Wij willen kortom geen GroenLinkse gekken zoals Anouna de Wever of Anouna de Wever of Greta Thunberg of Zuhal Demir. Wij hebben liever rechtse rebellen zoals Barbara Pas. Als u die toestanden allemaal hoort, dan hoeft het niet te verbazen dat het vertrouwen in de politiek slinkt. Vertrouwen in de politiek en in het beleid verdient men door rekening te houden met verkiezingsresultaten. Door te doen wat men voor de verkiezingen belooft. En door regeerakkoorden uit te voeren. Alles dus wat de Vivaldi-bende met nauwelijks een verkozen minister niet heeft gedaan. Open VLD bedriegt de kiezers al bijna 25 jaar. Maar eens is dat laatste vertrouwen echt op. Ze mogen steeds opnieuw, en ook nu weer, voor de zoveelste keer beloven dat ze de Senaat gaan afschaffen, dat ze de partijfinanciering drastisch gaan verminderen. Iedereen weet dat met die systeempartijen in de praktijk geen sikkepit verandert. Iedereen weet dat zij niet naar de kiezer luisteren. Alle geloofwaardigheid is weg. Het enige wat hen nog rest, bij gebrek aan argumenten, is schelden. Schelden op onze partij. Want in België kan men niet om met partijen die consequent zijn, rechtlijnig en niet corrupt. Het systeem is bang, want het voelt dat er echte verandering aankomt. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus beste kandidaten, er wachten ons nog harde maanden. Onze tegenstanders en de door de overheid gesubsidieerde media die zullen ons verdacht blijven maken. Maar we hebben al vele overwinningen gehaald en we hebben nog nooit een gemakkelijke campagne gehad. En als er iemand is die ervoor kan zorgen dat er naar de kiezer geluisterd wordt,
dan is dat iemand die onder het motto, doe ze luisteren, dagenlang te voet Vlaanderen doorkruiste, juist om met alle mensen te gaan spreken. Terwijl andere partijvoorzitters in het Schoon Verdiep of in andere ivoren torens bleven zitten of zich in Café het Hemelrijk aan het bezatten waren, hadden wij een partijvoorzitter die met de mensen spreekt en naar de mensen luistert. Hij gebruikt in Brussel de knuppel niet voor Roma-zugeners, maar wel in het hoenderhok van de wetstraat te gooien. Daarom, beste vrienden, vraag ik u daverend applaus voor de man die ons naar een overwinnende, naar een klinkende verkiezingoverwinning zal leiden op 9 juni. U daverend applaus voor Tom van Grieken. Dankjewel. Dankjewel. Wat een enthousiasme om op te komen. En ik wil opkomen één cijfer te roepen. 27,8%. Wat een geweldige peiling, beste vrienden. Maar, beste Vlaams Belangers, we moeten realistisch zijn. Het blijft maar een peiling. En ook een goede peiling moeten we durven relativeren. Ik geef toe, ik heb liever, en net zoals velen van jullie, liever een goede peiling dan een slechte peiling. Maar het geeft vooral een tendens aan. En wij merken dat ook als Vlaams Belang. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij het Vlaams Belang. We maken steeds meer nieuwe leden. We zijn eigenlijk vandaag de dag meer dan een partij. We zijn een beweging. Een beweging die aan kracht wint. Een gemotiveerde kracht in rechte lijn naar de verkiezingen van 2024. En ik ga er niet flauw over doen. Ik ben ongelooflijk trots dat ik deel uit mag maken van die beweging die als enige de ambitie heeft om echt verandering te brengen in het politieke landschap. Maar, beste vrienden, een hoge peiling heeft ook keerzijden. Ik ga er twee aanstippen, want dat mogen we wel doen hier onder Vlaams Belangers bij de start van onze campagne. Onze politieke tegenstanders gaan alles, maar ook alles uit de kast halen om ons proberen te stoppen. Wanneer u denkt dat de laatste jaren het al erg was, dan gaan we nog wat meemaken. Alle trucken gaan uitgehaald worden. De smerigste trucken. Ieder detail gaat uitvergroot worden en gaan ze de hoofdzaak van maken. Ieder tweet gaat bewust fout geïnterpreteerd worden. En vooral, ze gaan ons voornamelijk verzwijgen telkens als we met iets positief of inhoudelijk naar voren komen. We mogen dus niet in de val trappen om aandacht om de aandacht te willen creëren. Dus ik kan u geruststellen, ik ga niet in een pandapak kruipen. Ik ga niet uit het decor springen. En ik ga me alvast en zeker niet verkleden als drag queen. Onze politieke voorstellen zijn te belangrijk om te laten ridiculiseren. Ten tweede, beste vrienden, en we zijn live. Ik heb gemerkt dat er iemand in het publiek onwel is geworden. Dus mocht er iemand gaan naar kijken, dan ben ik al gerust. Dank u wel. Ten tweede moet ik u ook waarschuwen bij een goede peiling dat we de indruk zouden kunnen wekken dat we overmoedig worden of te zegenzeker. En dat zijn we niet. We mogen het vel van de Vivaldi-beer niet verkopen voor die Vivaldi-beer geschoten is. Met zo'n hoge peilingen rekenen de mensen op ons. Zo'n hoge peilingen geven een grote verantwoordelijkheid aan ons als partij, maar ook aan één ieder van u die kandidaat is. We gaan dus alles moeten doen, deze campagne. En ik geef u alvast enkele ankerpunten mee waar wij deze campagne zullen organisatorisch aan ophangen. Deze week beginnen we al met input te geven, input te vragen in zaken ons programma. We hebben die provinciale inspraakmomenten waar iedereen amendementen kan indienen, resoluties, aanvullingen. En dat moet uitmonden in een keisterk programma op ons programmacongres op 24 maart in Gent.
Op 14 april trekken we de campagne pas eigenlijk echt op gang. Dan hebben we die 5 provinciale meetings. In iedere provincie organiseren we dan een politieke meeting en starten we met tuinborden, huis-aan-huis pamfletten, marktfolders en dergelijke meer. En ik weet het, ik zie sommigen een beetje bedenkelijk kijken. Ja, Tom, dat is nog meer dan een maand. Ik sta te popelen. Wel, dan moet ik u ook zeggen dat een verkiezingscampagne dat is geen 100 meter spurt. Dat is een marathon. En we moeten zien dat op het einde van die marathon, die laatste weken voor 9 juni, nog voldoende kracht over hebben om een goede rechtse te geven aan heel die Vivaldi-klik. 1 mei is een volgende datum die je alvast moet noteren. Ik ben van oordeel en de partij is van oordeel dat je alleen maar een sociale volkspartij kunt zijn als je ook inzet op een gezinsvriendelijke politiek. Daarom organiseert het Vlaams Belang een heuse familiedag in Plopsa de Pannen voor al onze leden en kandidaten. Een beetje quality time met het gezin kan geen kwaad, want dan moeten we er ook weer stevig in vliegen. We moeten deze campagne als Vlaams Belangers, en het doet er echt toe, deze campagne moet meer dan ooit overal aanwezig zijn. Het Vlaams Belang is een partij van en voor het volk. En deze campagne moeten we vooral de partij zijn die tussen het volk staat. Een laatste collectieve krachtinspanning zal ik van jullie vragen op 2 juni. Op 2 juni hoop ik dat jullie massaal aanwezig kunnen zijn. Breng vrienden en familie mee op onze grote verkiezingsmeeting. We willen met meer dan 2000 mensen verzamelen in het Antwerpse. Een laatste keer gaan we aan iedereen laten zien dat er maar 1 volkspartij is in Vlaanderen die de ambitie heeft om alle harten en alle geesten van de Vlamingen te veroveren. We gaan laten zien dat als men een ander en een beter beleid wil, dat men ook een andere en een betere partij moet laten groeien bij de komende verkiezingen. En u kent die andere en die betere partij. Dat is onze partij, het Vlaams Belang. Beste vrienden, wij zijn met elkaar verbonden door de liefde voor ons volk en onze cultuur. Voor onze liefde, voor onze identiteit en voor ons land Vlaanderen. En ik weet zeker, u voelt dat ook. U voelt ook dat wij met ons Vlaanderen op een keerpunt staan. Aan het begin van een nieuw hoofdstuk. Een nieuw tijdperk. Want zo kan het toch echt niet verder, beste vrienden. We voelen ons steeds minder thuis. In onze eigen gemeente, in ons eigen dorp. Terwijl heel de wereld zich thuis moet voelen, hier in Vlaanderen moeten wij ons telkens maar opnieuw aanpassen aan de nieuwkomers. We gaan nog wel stemmen, maar we hebben een politieke elite die geen rekening houdt met die verkiezingsuitslag. We hebben een politieke elite die bezig is met dure klimaathysterie en hoe heet het einde van de wereld, terwijl steeds meer gewone Vlamingen het moeilijk hebben op het einde van de maand. Beste vrienden, de tijd van wegkijken is voorbij. Het is tijd om onze stem te verheffen. Onze boodschap luid en duidelijk te laten horen. De Vlaming laat zich niet langer de les spellen. Daarom roep ik iedereen van jullie op, ook de mensen thuis. Engageer u met het Vlaams Belang. Samen kunnen we Vlaanderen opnieuw een betere toekomst geven. Met 1 helder doel trekken we naar die verkiezingen. Vlaanderen, Vlaanderen weer van ons. Beste vrienden, Vlaanderen weer van ons. Dat betekent minder woke-censuur en meer vrijheid van meningsuiting. Vlaanderen weer van ons, dat betekent minder straffeloosheid en meer veiligheid. Vlaanderen weer van ons, dat betekent minder belastingen en meer koopkracht. Vlaanderen weer van ons, dat betekent minder migratie en meer illegale terugsturen. En Vlaanderen weer van ons en niet langer van die politieke wereldvreemde klik in Brussel. We nemen ons land terug. Dat is de inzet bij de verkiezingen van 9 juni 2024.
Beste kandidaten, beste Vlaams Belangers, staan we nog even toe tot slot onze slogan een beetje toe te lichten. U ziet duidelijk twee woorden, Vlaanderen en weer ons, niet heel klein. Laten we beginnen met dat eerste woord, Vlaanderen. Voor Vlaams nationalisten is het natuurlijk een evidentie dat Vlaanderen voor ons het alfa en het omega is. Voor ons is Vlaanderen ons verleden, ons heden en vooral ook onze toekomst. Vlaanderen, dat is het land van onze voorouders, die in moeilijke omstandigheden het uitgebouwd hebben tot wat het vandaag de dag is. We krijgen dat als een kostbaar geschenk en moeten dat koesteren en beter maken. Vlaanderen, dat is ook het heden. Dat is de politieke omgeving, de politieke realiteit waarin wij campagne gaan voeren. Wij stellen altijd en overal de Vlaming en Vlaanderen voorop. Voor ons dus geen moreel vingertje naar heel de wereld. Maar we zeggen hier luid en duidelijk dat het belangrijkste land voor ons Vlaams Belang het binnenland is. En vooral Vlaanderen, dat is onze toekomst. Het land waar we het voorbestaan van ons volk kunnen garanderen en we een mooie en betere toekomst aan onze kinderen en kleinkinderen kunnen geven. Het tweede woord is ons. Ons zal het centrale begrip zijn gedurende heel deze campagne. Het nationalistische ons staat tussen enerzijds het kille rechtsliberale ik en anderzijds het alles vervagende en alles vervangende iedereen van links, waar iedereen wereldburger is. Ons, wel, dat omvat uw individuele identiteit, maar drukt tegelijkertijd ook onze verbondenheid uit met onze volksgemeenschap. Ons verzet zich dus tegen het neoliberale egoïsme dat vindt dat dus heel de samenleving zich moet schikken naar het uiterste individuele persoonlijke keuze waarvan die transgender-ideologie en woke de meest recente voorbeelden zijn. Maar ons, het idee van ons, verzet zich ook tegen die globalistische idee dat ieder organisch gegroeide volksidentiteit gewoon maar weggewist en weggegomd moet worden. Ons, het woord ons, symboliseert het verzet tegen die globalistische ideologie van zelfhaat. Ons staat voor ons als de unieke ideologische positionering en zal een centrale rol spelen in onze campagne. En speciaal voor deze campagne is ons ook een acroniem. Waarvoor de O staat voor onafhankelijkheid, de N staat voor nationalistisch en de S staat voor sociaal. We gaan ons zo strategisch en ideologisch onderscheiden van al die andere partijen. Laten we beginnen met de O. De O van onafhankelijkheid. Vlaamse onafhankelijkheid. Wij als Vlaams Belang verwerpen het status quo. Wij willen niet langer blijven aanmodderen in dit federaal België. En tegelijkertijd kiezen wij niet voor halfslachtige oplossingen of zelfs mathematisch onmogelijke oplossingen zoals het confederalisme. Nee, wij, het Vlaams Belang, kiezen resoluut tijdens deze campagne voor de Vlaamse Republiek. De N staat ook niet geheel verrassend voor nationalistisch. Wij, Vlaams Belangers, zijn vertegenwoordigers van de Vlaamse natie. En een natie die niet alleen qua naam Vlaams moet zijn, maar het in zijn geheel moet worden. Wij willen onze nationale grenzen versterken en primair inzetten op onze veiligheid en defensie. De S staat dan weer voor sociaal. Open grenzen en een open, gulle sociale zekerheid, zoals al die linkse partijen willen, dat is onbetaalbaar. Maar het model van die rechtsliberalen met een de facto open grenzenbeleid en een afgezwakte sociale zekerheid door te besparen op onze mensen, dat is voor ons Vlaams Belangers onaanvaardbaar. Wij verkiezen duidelijk een derde model. Wij kiezen voor gecontroleerde en gesloten grenzen en een sterke sociale zekerheid. We kunnen en we moeten onze sociale zekerheid afschermen voor gelukszoekers van heel de wereld, willen we nog pensioenen kunnen garanderen. Vlaams belastinggeld dient in de eerste plaats om Vlaamse mensen te helpen. Beste vrienden,
beste kijkers thuis, de taak die voor ons ligt, is groot. De verantwoordelijkheid ook. En we gaan het niet alleen kunnen. We gaan iedereen nodig hebben. Iedereen gaat aan de kar moeten trekken. Geen inspanning is te klein om die grote opdracht te vervolledigen. We moeten ons dus geven zonder meten of rekenen, zodat wij allemaal kunnen zeggen tegen onze kinderen en kleinkinderen: Ik was erbij op 9 juni 2024, toen Vlaanderen weer van ons werd. Ik dank u. Thank you.